Goedendag, hier weer het Video Weekbericht. Deze week was natuurlijk de week van de negatieve olieprijzen. Dan ging het natuurlijk alleen maar over het meicontract, contract Maar het belangrijkste was dat alle voorraden vol zaten. En met name uh, waar dat meicontract, contract uh, het gaat over futures, geleverd moet worden, dat was ergens in een klein plaatsje in de Verenigde Staten. Uh, en dat is maar 8% van de totale oliemarkt in de Verenigde Staten. Dus vandaar dat er zo'n uh, zo enorme impact was. Hier zien we de totale oliemarkt. Je ziet dat de voorraden nu een stuk hoger zijn. Er zijn veel partijen die hebben olie ingeslagen in de hoop dat het straks weer wat beter gaat. In de tussentijd is een euro-overleg geweest. En er is eigenlijk voor de rest nog weinig nieuws bekend geworden uh, over wat de hulppakketten nou precies gaan inhouden. Ook niet over de tijd uh, is nog veel onduidelijk. Dus dat gaat nog allemaal volgen. Het moet dan wel per 1 juni zijn. Um, wat we zien is dat de rentespreads op de zuidelijke landen enorm is opgelopen. Je ziet er bovenaan duidelijk uh, Italië staan, maar ook Spanje op het hoogste niveau van de afgelopen twee jaar. Uh, dus wat dat betreft uh, gaat het zeker de verkeerde kant op en beleggers hebben er weinig vertrouwen in. Dan de vraag, uh, wat is de schade voor, van dit uh, coronacrisiseffect? Um, wat we gaan zien is dat de winsten keihard naar beneden zullen gaan. Hier zien we wat de verwachtingen zijn volgens de analisten. Nou, die houden nog een beetje uh, de kaart op de borst. Dat is de bovenste lijn, dat groene lijntje. Uh, en we zien ook dat de overige lijnen uh, sterker naar beneden gaan. Een winstdaling van 40, 50 procent mag je best verwachten. Ik denk dat daar de meeste beleggers wel vooruit gaan. De grote vraag is in hoeverre dat zal herstellen. Daarna, uh, of niet, in hoeveel permanente schade er is opgelopen. Afgelopen week kwamen ook alle inkoopmanagers uh, naar buiten. Als we dat lijntje doortrekken van de Amerikaanse inkoopmanagers-index en vergelijken dat met de e economische groei in de afgelopen paar jaar, dan zien we dat deze daling groter is dan die in 2008. En als je dat eventjes vertaalt naar de economische groei, kom je op een economische daling uit van maar liefst 11%. Dat is ongekend. En vandaar dat IMF ook waarschuwt voor jaren 30 uh, recessies. Um, ook hier, dat er zal ongetwijfeld een V-vormig herstel zijn. Uh, de grote vraag is in hoeverre de tweede poot van de V weer omhoog zal gaan. Maar die 11%, ik ben bang dat dat menig uh, mensen nog zal uh, laten schrikken. Dat is natuurlijk wel de uh, economische groei in het tweede kwartaal. Die gaan we pas dus in augustus, uh, of waarschijnlijk september horen. Dus dat duurt nog wel even. Maar voorlopig moeten we op dit soort talingen berekenen. Heel mooi voorbeeld ook in China. Uh, dit zijn de uh, vervoerscijfers van TomTom. Tom. Je ziet dat een, een heleboel gebieden, de belangrijkste gebieden, Shenzhen en Guangzhou, uh, al redelijk uh, op normale niveaus zijn. Uh, ook in Shanghai en Beijing zie je dat het uh, weer flink hersteld is. Uh, nog niet in Wuhan natuurlijk. Uh, maar wat daar wel opvalt, is dat het verkeer in het weekend nog steeds heel erg laag is. Dus ja, mensen gaan werken omdat ze dat het moeten. Maar het verkeer daarna is. Heel erg beperkt. Dus dat betekent, uh, ik denk dat je hier ook een mooiere correlatie met de consumentenbestedingen uh, mag leggen, dat mensen nog heel erg terughoudend zijn om zich daadwerkelijk in het economisch verkeer te mengen. En als dit ook een, een voorloop is voor wat wij uh, gaan zien, dat ja, je mag straks wel weer naar buiten, je mag wat meer gaan doen. Nou, mensen zullen gaan werken, maar mensen gaan dus waarschijnlijk nog niet echt veel besteden omdat ze daar wat terughoudend in zijn. Maar ja, de Chinezen zijn geen West-Europeanen, dus we gaan. In de komende maanden zien hoe deze vergelijking opgaat. Dan de agenda voor de komende week: uh, Dallas Manufact uh, Manufacturing Index, altijd leuk. Um, uh, de economische groei van de diverse landen, zoals België en Frankrijk, wordt interessant. Natuurlijk de FED meeting over de rente en we gaan uh, de ISM me meemaken. Hou rekening met een ISM van ergens in de buurt van de 30, als je naar de regionale indices uh, kijkt. Uh, dat is een enorme daling. Maar op basis van Villyfit en uh, New York mag je dat wel verwachten. Uh, en natuurlijk de PMI's uh, over de hele wereld gaan we zien op 1 mei. Dat was het weer voor deze week. Bedankt voor het kijken. Tot volgende week.